Dank u, meneer de voorzitter. Het is een eer om als nieuw gekozen lid voor de eerste maal in deze plenaire vergadering te spreken. Ik doe dat ook als oud-lid van de Tweede Kamer en president van Liberale Internationale, want ik wil Europese politiek, nationale politiek en internationale politiek als één zien. Vooral op het gebied van de energie hebben die natuurlijk een directe connectie. Voorzitter, ten aanzien van onze positie in de wereld, onze Europese positie, wij zijn op dit moment chantabel. Wij zijn eenzijdig afhankelijk van instabiele regio's en van landen met ondemocratische regimes. En daar moeten wij dus vanaf. Daarom steunt mijn fractie, de liberale fractie, Nabucco en Desertec. En ik teken ook aan de grote rol die mijn voormalige fractievoorzitter Van Aartsen daarbij heeft gespeeld. Voorzitter, er zijn twee punten die ik zou willen maken. Ik ben blij dat de commissie aanvaardt dat het bedrijfsleven een grote rol speelt. Het kan niet alleen de overheid zijn, de nationale overheid, Europa of internationale organen die zich met energie bezighouden. Het bedrijfsleven heeft een nadrukkelijke rol. En ten tweede, meneer de voorzitter, het mag niet zo zijn dat wij in dit huis taboes accepteren. Taboes bijvoorbeeld op het verdere bekijken van kernenergie als onderdeel van de energiemix. Ook ten aanzien van Europa in de internationale verhoudingen. Kernenergie, kernfusie, kernsplitsing is van vitaal belang. Er zijn grote problemen ten aanzien van het afval, maar we moeten kijken dat we dus daarbij research and development en het uitwisselen van kennis hun rol laten spelen. Kernenergie heeft een grote rol omdat het het broeikaseffect tegengaat. Nogmaals, ook in mijn fractie is er niet een definitief standpunt. Ook wij moeten de discussie verder aangaan. Maar we moeten dit in dit huis, moeten we kernenergie niet tot taboe verklaren. Ook graag de mening van de commissie. Ik dank u, meneer de voorzitter.